dit keer doen we dat vanwege de viering van het 10-jarig bestaan van de Classic Music Award en de Fondation Kiraan Brand. Dat is voor super hier staan. Nou, die ziet er prachtig uit. Ik ga zitten. Deze zaal, 10 jaar in de begon. Op 9 mei 2009 speelde aan deze vleugel Livio Hermans. Dat moet je zien, een prachtige foto erbij komen. En die vroeger de meeste directeur op Bonaire, maar ook een benaderde pianist. En je kunt je zich niet voorstellen zo met elkaar. Maar het eerste concert, 9 mei, toen hadden we hier in de zaal meer dan 200 man. Thank you.
Dat wordt eigenlijk vanavond uitgevoerd door de Muggy Chops. Hele gave baritons als gewoonspeler. Dat is die grote daar. Heeft roze haar, danst en maakt heel veel geluid. En ja, wij vonden het hele team zo leuk. We dachten, dat moeten jullie laten horen. We gaan verder met een Hirokawa van Stolzke Piazzolla. En dat is iets anders. Dus geniet van. Thank you.
een van de leden. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in het concert van het 10 jaar bestaan van de Classic Music Door. Fijn. Neem aan dat u er alles al van mee, dus we gaan heel kort, we gaan gelijk door. Ik moet even bij elkaar zien te praten, daarna hoef ik mij niet meer, in verband met het veranderen van het instrument. Overigens, dit was Christo Colonino. Bernardo de Salver. Gabriel Marcela. We gaan verder met Toet Jurgens. Thank you.
Thank you.
Thank you.
variatie. Ook weer samen met zijn twee collega's, samen met Hans. Voor nu, appendoretten van Gabriel Fouch. Thank you.
variant, de Goldberg variaties. De aanleiding die eerst is van Johann Sebastian Bach. Thank you.
Thank you.
Eén werd helaas onder Gabi. Maar samen met Johan Sebastian. De prachtige R, gespeeld door drie man. Thank you.
Ze staan erachter en ze komen naar voren. En ondertussen ga ik een heel klein verhaaltje afsteken. Is het ook weer gevuld natuurlijk, dat is ook wel mooi eigenlijk. Carolien is toen begin met hier op het prachtige eiland komen wonen. En die heeft een aantal mensen gemotiveerd om saxofoon te gaan spelen. Ik heb dat voor twee jaar voor het eerst gehoord. Ik heb met ze samengewerkt. En wat zij in twee jaar, dat hebben ze al gedaan, dat vind ik fantastisch. Dat is vanuit niets, is het niet alleen iets geworden. Maar het is iets geworden waar je relaxed naar kunt luisteren. En u heeft van het begin al gehoord, ze hebben daar een koop op gespeeld. En onder andere ook het Liebetanker van Astrid Piazzolla. Voordat wij hier vanmiddag al, het eind van de middag, heb ik even met ze heel kort aan het werk geslagen. Gewoon even een paar kleine dingetjes van een accent gegeven met bij wijze van spreken een flinke dreun erop. En, de deur stond op een kier, we hebben z'n drieën staan te luisteren en het wordt gelijk opgepikt. Ik vind het fantastisch, ik vind het een applaus. De ballade van het ontlopen. Thank you.
vormen. Een paar hele kleine dingen. Ten eerste, mijn felicitaties voor de... Ik ken inmiddels al een aantal mensen bij naam van de Classic Music Award Bonaire. Het zal me nooit lukken om ze allemaal op te noemen. Dus ik hou het even bij Hans Vaassen. Met al zijn dingen. En even zo'n groot applaus verdient, want het werd weer helemaal duidelijk. De liefde, niet alleen voor het eiland en alles wat hier gebeurt, maar ook om iets te doen aan de cultuur, om het altijd maar weer te blijven ontwikkelen. Een subsidie die dan teruggedraaid wordt, want die helemaal niet uitgekeerd wordt. Wat blijft er dan over? Dat is de liefde voor de muziek en het enthousiasme. Ik heb het hier jaren terug ook ontdekt. Ik kom hier ontzettend graag. En het bestuur, hoe dat allemaal ook vanuit liefde gaat. Natuurlijk worden fouten gemaakt, het gaat zoals het gaat, maar uiteindelijk gaat het toch weer om de muziek. Ja. En dat is voor iedereen duidelijk. Zou het bestuur helemaal anders. Maar dat is nooit gepresenteerd. Dat nog even bij. Kom, dan nog een paar. Dat zijn de mooiste momenten. Ja.
die vriezen gaan we speciaal uitnodigen. Want wie heeft nou nu nog geen applaus gehad? Onze Gabi, of jullie Gabi. Gabi! Ze hebben natuurlijk heel hard gewerkt voor die twee, maar dat merk ik zelf, dat is zo hard.